Welkom bij deze opleidingsvideo over de opleiding Facilitair Leidinggevende niveau 4. Mijn naam is Sanne Marsman en samen met mijn collega Niels van Ringelenstein zullen we jullie het een en ander gaan vertellen over deze opleiding. Maar wat is nou eigenlijk de facilitaire dienstverlening? Nou, facilitaire dienstverlening die zorgt er eigenlijk voor dat alles binnen de organisatie, dus de ondersteunende diensten, worden georganiseerd en worden uitgevoerd. Het doel van het facilitair bedrijf is dan eigenlijk ook dat voor alle gebouwgebruikers, denk bijvoorbeeld aan de werknemers, klanten, bezoekers, gasten, dat die optimaal gebruik kunnen maken van alles wat het gebouw te bieden heeft. En je hebt een bepaald soort taken die je kunt verdelen, namelijk de gebouwbeheerstaken. Dan kunnen we denken aan het onderhoud, aan de schoonmaak, maar we kunnen ook denken aan andere taken zoals catering, de servicepunt en beveiliging. In de video die jullie hier gaan zien, zal de student Irsa, toen zat ze nog in het derde jaar, inmiddels is ze afgestudeerd, het een en ander gaan vertellen over deze opleiding. Hallo allemaal, ik ben Irsa. Ik volg de opleiding Facilitair Leidinggevende en ik ga jullie daar wat meer over vertellen. Nou, ik heb deze opleiding gekozen omdat de opleiding heel breed is. Je kan er heel veel kanten mee op. Zo heb ik dus ook stage gelopen bij GGZ, verzorgingstehuis, bij de Nieuwe Kolk, dat is een theater. En ik heb ook een buitenlandstage gedaan. Nou, deze buitenlandstage vond ik zelf super goed geregeld. Je doet er heel veel ervaring mee op en ik had het super leuk. Ik was met twee klasgenoten naar Italië toe gegaan, dichtbij het Gardermeer. En zelf heb je ook keus om te zeggen waar je heen wilt gaan. Je kan bijvoorbeeld ook naar Frankrijk toe. En je doet er gewoon super veel ervaring mee op. Dus ik raad het je echt aan om een buitenlandstage te gaan doen. Nou, voor de rest, je leert het vak van leidinggeven met deze opleiding. Je leert ook ondernemen en het vak van huishoudelijke kennis. Nou, deze opleiding is dus echt perfect voor als je nog niet precies weet wat je wil gaan doen, omdat het heel breed is. Je kan heel veel kanten mee op. En tijdens je stages kun je dat allemaal onderzoeken. Jouw rol als facilitair leidinggevende zal zijn dat jij al deze diensten gaat aansturen, dus het organiseren hiervan, maar ook de uitvoerende taken kunnen daarbij horen. Nou, we zien hier op een rijtje al een aantal taken zijn. Het gaat bijvoorbeeld over het organiseren van de inkoop, het beheren van de voorraad, het coördineren van schoonmaakwerkzaamheden, maar ook catering kan hieronder vallen. Dus jouw taak als leidinggevende is het aansturen. Tijdens de opleiding is het ook leuk om te weten dat we regelmatig evenementen hebben, of in ieder geval dat evenementen een groot deel zijn van onze opleiding. Ook hier is het organisatorische weer van groot belang. De opleiding. In jaar 1 ga je aan de slag met het basisdeel verricht facilitaire werkzaamheden. Het eerste jaar bestaat uit diverse modules, zoals bijvoorbeeld business catering, hospitality en events, logistiek, klantcontact, maar ook schoonmaak is een onderdeel. Je gaat in dit jaar op lintstage. Dat betekent dat je 2 dagen op stage gaat. En in dit jaar kun je dus direct de praktijk en de theorie aan elkaar gaan koppelen. In het tweede jaar beginnen de examens. Je hebt dan diverse examens van je basiskerntaak, maar ook al diverse deelexamens, zichtbaar op deze pagina. Ook hier loop je weer stage. In jaar 3, je laatste jaar, heb je examens in het leidinggeven en ook hier ga je weer op stage. Daarnaast hebben we de generieke vakken op de opleiding. Dat zijn Nederlands, rekenen, Engels en ook burgerschap en loopbaan is een onderdeel. Mijn collega Niels gaat het nu van mij overnemen. Tijdens de opleiding bieden we verschillende vakken aan. Vakken zoals beheer, onderhoud en veiligheid, logistiek, maar ook klantcontacten en ondernemerschap vormen belangrijke vakken van onze opleiding. Zoals gezegd ga je ook op stage. Stages kunnen zijn bij een GGZ, maar ook bij een gemeentelijke instelling of bijvoorbeeld bij een vakantiepark. Dat is allemaal mogelijk. Daarnaast hebben we als opleiding verschillende projecten waar we aan deelnemen. Dit jaar doen de studenten mee in de MBO Challenge Voedselverspilling 2020-2021... Maar ook bij Martini Plaza zijn er verschillende evenementen. Kun je denken aan Trendship bijvoorbeeld. Gevangenis Veenhuizen, waar we regelmatig activiteiten verzorgen. En ook uiteraard zijn er workshops en excursies. Denk aan een workshop LinkedIn bijvoorbeeld. Keuzedelen vormt ook een verplichting van de opleiding. Als het gaat om keuzedelen kun je kiezen tussen MBO, HBO,
arbo-kwaliteitszorg en hulpverlening, maar bijvoorbeeld ook internationalisering als je denkt, ik wil graag in het buitenland op stage. Vaardigheden die je bij ons in de opleiding leert, die hebben te maken met het organiseren en het begeleiden van activiteiten, maar ook het beheersen van het facility management informatiesysteem. Andere belangrijke vaardigheden zijn bijvoorbeeld dat je goed leert luisteren, maar ook dat je een probleem leert analyseren. Kijken we naar de competenties, dan is het van belang dat je je kunt aanpassen, dus dat je een flexibele houding hebt. Professioneel communiceren, ook daar zijn we veel mee bezig. Dat doe je onder andere ook bij Nederlands. Denk ook aan overtuigen, initiatief nemen en het vergroten van je zelfkennis is ook van groot belang. Student Nikki, eerstejaars student van de opleiding Facilitair Leidinggevende, vertelt jullie graag iets over onze opleiding. Mijn naam is Nikki en ik zit in het eerste leerjaar van de opleiding Facilitair Leidinggevende. Facilitair betekent verschillende diensten en services in een gebouw. Dus denk bijvoorbeeld aan de schoonmaak, de onderhoud en de catering. Maar ook de veiligheid en de servicepunt behoren daarbij. Mijn taak daarin is het leidinggeven van de mensen die dat doen. Maar om iets te leren leidinggeven moet je het wel eerst zelf gedaan hebben. Zo krijg je in het eerste leerjaar vakken zoals schoonmaak, ondernemerschap, onderhoud, veiligheid en ook krijg je praktijklessen in de keuken en restaurant. Ik heb deze opleiding gekozen omdat het zo enorm breed is en ik kan hierbij veel banen krijgen. Na deze opleiding wil ik graag naar de Hoge Hotelschool. Een week later mijn eigen hotelketen hebben. We hebben net het filmpje van Nikki gezien, student, eerstejaars, facilitair leidinggevende. Het is natuurlijk ook zo dat je na onze opleiding verder kunt studeren. Hè. Je kunt naar het HBO gaan. Verschillende opleidingen die mogelijk zijn, denk aan de Hoger Hotelschool, voeding en diëtiek, maar ook opleiding als HRM is heel goed mogelijk. Hè? Door onze brede basis die je meekrijgt, kun je eigenlijk alle kanten op, hè, op het HBO. Als facilitair leidinggevende werk je meestal bij een groot bedrijf of instelling. Het is zo dat dankzij jouw inspanningen andere mensen prettig hun werk kunnen doen of zelfs extra goed hun werk kunnen doen. Denk hierbij aan zaken als dat je het aanspreekpunt bent. Je coacht en geeft leiding aan medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor gebouwenbeheer. Maar het kan ook zo zijn dat je een menu van een bedrijfsrestaurant moet gaan opstellen. Vaak is het zo dat je komt te werken op afdelingen binnen bepaalde werkvelden. Dan kun je denken aan receptie, schoonmaak en onderhoud. Maar ook evenementen, organisatie en gebouwenbeheer behoort tot de mogelijkheden. Tijdens de opleiding krijg je ook begeleiding. Elke coach heeft namelijk een eigen mentor of coach, hè, hoe je dat wilt benoemen. En als er extra hulp nodig is, dan schakelen we het loopbaancentrum in voor de juiste studiebegeleiding. En uiteraard heb je ook coachgesprekken elke periode. Mocht dat niet genoeg zijn en je hebt ook moeite met Nederlands, Engels of rekenen, dan helpen we je daar uiteraard ook bij. We hebben collega Elisa van de Kappers, die hebben we bereid gevonden om je rond te leiden op onze school, zodat je alvast een beeld kunt krijgen van hoe onze school eruit ziet. Dus ik zou zeggen, kijk goed rond en geniet ervan. Hoi, ik ben Elisa, ik ben hier op Kluiverboom, hier doe ik de kappersopleiding. Ik zit nu op het schoolplein en ik ga jullie de rest laten zien. Dit is een nieuwe sportveld voor Fit for Life en nou, die wordt volgend jaar voor het eerst in gebruik genomen, dus ik hoop dat jullie daarvan gaan genieten. Dit is de ingang van de school, kom maar mee naar binnen. Ik sta hier nu in de schoolkantine, hier haal ik normaal lekkere broodjes, gezonde broodjes of mijn avondeten voor de avondles. In 2019 zijn we uitgeroepen tot gezondste schoolkantine door het voedingscentrum. Ik ben Marielle IJsing, docent hier bij de opleiding havenzorging en we staan hier in de leersalon, een van onze praktijklokalen hier op school. Het is hier op de Kluiverboom erg gezellig, met veel leuke, gezellige studenten, klanten, modellen en de sfeer is hier goed. Ik vond het best spannend zelf om hier op school te komen, nieuwe school, nieuwe omgeving. Maar uiteindelijk is het allemaal wel heel erg meegevallen en nou, in de pauze kun je gewoon eigenlijk doen wat je zelf wil. En je kunt hier zelfs tafeltennissen, buiten zitten, noem maar op. Ik ben heel erg benieuwd naar alle eerstejaars studenten na de zomervakantie. En ik wil zelfs tip meegeven, blijf vooral lekker jezelf. Ik vind het als docent belangrijk dat studenten zich veilig voelen hier op school. En ik hoop dan ook dat iedereen hier een veilige en prettige tijd gaat hebben op de Kluiverboom.
In de mediatheek kun je boeken huren, ook films kun je huren. En je kunt hier rustig aan het werk gaan als je voor een toets moet leren. We hebben zelfs een 3D-printer. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel fijn dat je gewoon een plekje hebt waar je gewoon rustig aan het werk kan. Veel plezier op het Alpha College! We hebben net het filmpje van Elisa gezien van de kappers die ons heeft rondgeleid op de Kluiverboom. Waarom moet je nou voor onze school en onze opleiding kiezen? Nou, wij hebben een persoonlijke begeleiding en er heerst een goede sfeer. We zijn een kleinschalige school, dat is prettig in het contact en de communicatie onderlinge met docenten. Onze docenten dragen je ook uit, dus we bieden meer dan alleen goed onderwijs. Bovendien leer je veel in de praktijk tijdens je stage en ook zijn wij goed bereikbaar. Dus wie weet zien we jou terug op onze school, bij onze opleiding. Mocht je nou nog meer vragen hebben of je wilt meer informatie hebben, dan kan het op verschillende manieren. Je kunt ons bellen, appen, mailen en ook op de socials zijn wij goed vindbaar.